Goedemorgen. U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. In het noorden van het land zien we wolkenvelden op de satellietfoto. In het zuiden is het zonnig. Dat beeld hebben we vanochtend, maar in het noorden breekt de zon ook geleidelijk aan wel weer door. In het binnenland hebben we een paar stapelwolken en de temperatuur die ligt zo rond de 15-16 graden. Vanmiddag een uitgevlakt weerbeeld met de meeste zon altijd in het zuiden, stapelwolken en ook elders in het land geregeld de zon die erbij komt. Het wordt 18 graden op de Waddeneilanden tot 22 in het binnenland, wind uit de noordelijke richting overwegend matig. Vanavond verandert er weinig en dan daalt de temperatuur naar een graad of 17. Dan hebben we morgen eerst vrij veel hoge sluierwolken. Maar in de loop van de dag breekt van het westen uit de zon weer flink door. En met die sluierwolken komt ook zachte lucht het land in. En dat betekent dat het smiddags in het binnenland al 25, misschien zelfs 26 graden wordt. De wind is naar het zuidwesten gedraaid. Vrijdag nog hogere temperaturen met laat op de dag in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. En die buienkans wordt in het weekeinde alleen maar groter. En hoe Nederlands kan het zijn? De temperaturen gaan weer omlaag. Zaterdag 3 of 24 graden en zondag een graad of 20. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.